fait cette excellence. J'ai pas arrêté mon chrono, là, Frode Martens. J'ai l'impression qu'il a fait 11.05, j'attends confirmation. C'est le meilleur temps absolu, en tout cas. Martens kan het niet alleen in de spurt. In zijn eerste ronde van Frankrijk in 1976 is hij ook de beste tegen de tijd. Met de winst in de proloog is het meteen prijs. Un homme habitué de la victoire. Il est là tout près de moi, Gilbert. Là, à notre gauche, un Freddy Mertens, un habitué. Il brandit son bouquet. Salut tout le monde. Tijdens de Tour maakt hij nog maar eens duidelijk wie de snelste sprinter ter wereld is. Er staat geen maat op Martens. In zijn eerste grote ronde wint hij 8 ritten en de groene trui. Enkel Merckx deed even goed. Het enige dat nog ontbreekt om tot het rijtje van de allergrootsten te behoren is de wereldtitel. In Ostuni, in Italië, 1 maand na de Tour 76, ruikt Martens zijn kans. Nog 4 kilometer en we weten wie wereldkampioen is. Alleen de Italiaan Francesco Moser kan Martens nog van de overwinning houden. Quando lui è arrivato, ho capito subito che non lo battevo, perché lo sapevo che era veloce. Hij kan een eindje meer in aan Mosemoor. Niet volledig. Van een paar keer weggedemmereerd als de douane van TV. Ik heb gezegd tegen hem, ik zei, nu rijd ik niet meer op kop. Mijn ploegmaat komt dat ik zei, mogen we nog 20 achter komen. Meteen staan nerveus, maar is het zelf een beetje zoals in de box. He. 500 meter nog, dit is niet meer in de kaart van Martens nu. Sono partito, guardavo quello che faceva lui, poi è partito lui e non c'era più niente da fare. Voce erano candelati, Freddy Martens, dit is troppo veloce del Freddy Martens, kom! Oh, la 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 la! La mosa è sua fai bom, no? No, voor mij geen probleem. Freddy Martens is wereldkampioen. Francesco Moser tweede. Martens was de enige renner waar ik strik van had. In de spur, als we naar de spur gingen, had ik echt een angstgevoel. Want als hij hem op gang trok, was het lijkt me een bom die ontplofte. Zo echt een monster. Ook in 1977 wint Martens waar en wanneer hij maar wil. In de Ronde van Spanje laat hij zijn groot talent als ronderenner zien. In deze ronde schrijft Freddy Martens geschiedenis. Hij wint 13 van de 19 ritten, inclusief het Amarillo, het eindklassement. Nooit werd een wedstrijd zo gedomineerd door 1 renner. Ik denk dat ik het geluk had op in mijn carrière dat ik Freddy had op, hè. Al de stress, al de spanning ging op Freddy uit. Hè. Freddy moest presteren, Freddy moest om top staan, Freddy moest winnen. En wij konden tussendoor een keer leren koersen feitelijk. Maar Freddy kon die stress meester. Mooi in de jaren, daar mag er geen probleem van. Hè. Ja, Ronde van Spanje, 13 ritten winnen. En, dan moet je wel veel beter zijn dan die anderen. 13 victoires d'étape, c'est impressionnant. Ja, c'est beaucoup, hein. C'est trop, je pense. Op een dag komt hij thuis van dat aan de training. Zegt hij mij, zegt hij Karin, zegt hij. Die volgende week zondag voor dat fietsje over de meet rijdt, zegt hij. Is wereldkampioen. Ik zeg Freddy, meende hij dat nu? Ja, ik zeg. Maar zeg, dat blijft onder ons, he, zegt hij. Tegen niemand, zeg ik, zeg nee. Ik heb dat nooit tegen iemand gezegd. Dat is de eerste keer dat ik dat zeg nu. En. Ik zei, zijt jij er zo van overtuigd? Ja, ik zei, vanaf vandaag ben ik ervan overtuigd.
rond Alverkoes. De groepje was erin, was 6. Dan nog een keer 5, dan nog een keer 8. En dan nog één persoon die bijgekomen is, 1. In de finale, en wie moest ik kijken? Italiaan. Ja, die man doit toch echt in de meerderheid. À 4 tours de l'arrivée, signalons en tête dans ce groupe de 30 hommes avec une 45 d'avance. Moser l'italien, Saroni l'italien, Panizza l'italien, Battagli l'italien et la course l'abbiamo fatta noi italiani e non gli altri avevano partecipato così a ruota, ecco. Voilà, Saroni l'italien. Beh, la gara che doveva fare lui era di giocare in difesa. Lui doveva stare coperto in mezzo al gruppo e spendere il meno possibile. Che non, su quel percorso non poteva essere un corridore attaccante, questo sicuramente no. Il n'a pas trop bougé, il n'avait pas bougé. E puis il a attendu le sprint. Non gli davamo peso. Non abbiamo dato peso a Martin, certamente era il più controllato, era Hinault, in un arrivo come quello. Perché l'arrivo era in cima alla salita e poi c'era 300 metri di pianura. Una volata difficile quella, non era semplice la volata di Praga. Alors Saroni devant, il est évident que Saroni en cas de sprint c'est évidemment le mieux placé. La tattica prima della gara era, c'erano vari atleti che dovevano entrare nelle fughe, Musera, i Baronchelli e tanti altri, però negli ultimi, quando si arrivava agli ultimi tre giri, tutti dovevano lavorare per me, che ero più veloce. Moins de 400 mètres de la ligne maintenant, toujours Baronchelli quand même, avec Saroni dans sa roue, Saroni sera bien placé. Baronchelli sera avec Foro d'Arcade, avec ici, Saroni qui est parti, et Saroni qui va être champion du monde. Op 250 meter van de meet vertrok Saroni naar mij en twee. Maar ik stond wel een tandje kleiner als hem. Maar ik voelde wel, of zag al in hoe komen. Dan heb ik een tandje bijgestoken en ook vertrouwen. Koorde ik altijd van Saroni en van Saroni, koorde ik niks van Maarten zo of zo. En hij komt uit die bocht gevlogen met zijn nan in de lucht, recht naar mij. En ik zei dan aan haar op, ik zei, maar jong toch, zei hij, zeker dat jij gewoon bent. En wat anders, zegt hij. En ik kon dat niet geloven, ik kon dat echt niet geloven.